rietkragen aanleggen. Riet heeft een hele mooie eigenschap. Dat is dat het water filtert als er vervuiling in zit. Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen 8 partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In 7 afleveringen gaat journalist Chris Alberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. Duurzaamheid en klimaat worden steeds belangrijker. In deze aflevering praten we over de vraag hoe duurzaam het waterschap moet werken. Hoe schoon moet het water zijn en moet het waterschap zelf energie gaan opwekken? Water is schoon, maar waar wij over gaan als waterschap is niet het water wat uit de kraan komt, maar gewoon het oppervlaktewater. Bestrijding aan de bron is dat je voorkomt dat vervuilende stoffen in het water komen. Vervuilende stoffen zijn bijvoorbeeld mest, daar zit veel stikstof en nitraat in, landbouwgif, medicijnresten, hormoonstoffen. Het water moet in ieder geval schoon genoeg zijn, zodat je er veilig in kan zwemmen en op het water kan recreëren. Het hoeft niet zo schoon te zijn dat je het zo kan drinken. Water natuurlijk wil dat de chemie van het water, dat die verbetert. Dus dat er minder fosfaat bijvoorbeeld in zit. En water natuurlijk wil dat de biologische samenstelling van water, de beestjes, dat die verbetert. Dat betekent dat er geen mestende stoffen in zitten, zodat je een groene soep krijgt van groene algen. Dat betekent dat er geen medicijnresten in zitten, geen bestrijdingsmiddelen. En dat je dus als mens op veel plekken gewoon lekker kan zwemmen als het weer het toelaat. Moeten we grondstoffen terugwinnen? We komen er steeds meer achter dat we op een goudmijn van grondstoffen zitten. Als we die eruit kunnen halen, dan kan dat betekenen dat het geld wat daarmee verdiend kan worden, kan terugvloeien in de zin van lagere belastingen. Wij zijn daar zeer groot voorstander van. Er loopt bijvoorbeeld een project ook hier in Duin en Bollenstreek om dus het fosfaat uit het oppervlaktewater te zuiveren. Wij vinden het niet een kerndoel van de overheid, zeker niet van het waterschap om dat te doen. Maar er liggen hier nadrukkelijk kansen. Dus wij zeggen benutten van die kansen om die grondstoffen terug te winnen. Moet het waterschap ook energie opwekken? Heel duidelijk antwoord, nee. Voor energie hebben we in dit land de energiebedrijven. Het waterschap moet zeker energie opwekken. Die energie die zit er al in en het is zonde als je dat warme water, want dat is de energie die erin zit, als je die gewoon zo weg laat stromen. De Partij voor de Dieren vindt absoluut dat het waterschap verantwoordelijkheid moet nemen in de energietransitie. Omdat het waterschap op heel veel manieren energie op kan wekken. Door warmte in afvalwater, slipvergisting, warmte in het riool. Bijvoorbeeld als je hebt gedoucht of de wasmachine hebt gebruikt. Laat ik een voorbeeld van hoe het ook zou kunnen. Je zegt, we zorgen dat we energie neutraal zijn, maar we gaan ook nog energie leveren aan allerlei anderen. En we doen nog een schep erbovenop. Ja, dat vinden wij dan te veel. Wij zeggen, schoenmaker, hou je bij je leven. We zijn niet op de wereld om energie op te wekken. Energie opwekken is één ding, maar energie leveren, dat is geen kerntaak voor het waterschap. En wij blijven erg graag bij onze kerntaken, want dat is duidelijk, dat is helder. Maar we vinden wel dat het waterschap bedrijven kan faciliteren om energie op te wekken en het door te verkopen. Maar het waterschap zal echt geen energieleverancier worden als het aan de VVD ligt.